Ja, beste leerlingen, ik kreeg van nogal wat MAVO-leerlingen de vraag. Ja, meneer Jeltsen, zou u nog eens een keer even alle examenonderwerpen even op een rij kunnen zetten? Nou, het is natuurlijk niet te doen om dat allemaal in één filmpje te stoppen, want dan ben ik waarschijnlijk 1,5 of 2 uur bezig. Dus wat ik ga doen is, ik ga de belangrijkste onderwerpen nog een keer met jullie bespreken. En ik ga jullie dan doorlinken naar de filmpjes, zodat jij kan kiezen wat voor jou het belangrijkste is en waar je nog eventueel meer over zou willen weten. We gaan eens kijken naar het examen VMBO T of G. Voor het vak economie. Nou, eigenlijk waar het om draait is dat heel veel mensen denken economie gaat over zeg maar het rekenen. Klopt voor een deel, klopt voor het grote deel klopt dat niet, want het gaat heel veel juist om het toepassen. Nou, heel veel mensen zeggen dan dadelijk, ja, ik leer heel vaak de begrippen heel goed, maar vervolgens lukt het op de toetsen natuurlijk niet. Nou, dat is begrippen leren is natuurlijk één. Dus natuurlijk, je moet alle begrippen natuurlijk wel kennen. Maar het gaat niet alleen maar om het te kennen, want we vragen bijvoorbeeld niet wat is werkloosheid. Maar we willen dat je weet wat werkloosheid is, zodat je het vervolgens ook kan toepassen. Dus eigenlijk begrip leren is één, toepassen is het tweede onderdeel. En het derde onderdeel is het uitleggen en het verklaren daarin. Nou, dit is zeg maar het basisstukje, dit is het toepassingsstukje en dit is het inzichtstukje. Nou, die laatste, daarvan zou je nog kunnen zeggen, ja, daar heb ik het meeste moeite mee. Maar die andere twee, die kun je natuurlijk leren. En die kun je leren door opgaven te maken in jouw boek. Nou, als we het tweede onderdeel even gaan bekijken hier, dan zie je inderdaad dat we heel vaak werken in de economie met oorzaak en gevolg. Nou, waarom oorzaak en gevolg? Omdat in de economie gaan we het heel vaak hebben inderdaad, oké, er gebeurt iets op plaats A, wat voor een effect heeft dat op plaats B? En daarin moet je juist heel goed kijken dat je naar directe gevolgen gaat kijken. Dus bijvoorbeeld, als in een land de prijzen omhoog gaan, wat is dan een direct gevolg? Nou, een direct gevolg zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat mensen dus minder daar kunnen kopen voor hetzelfde geld. Nou, en vervolgens dat je zegt, ja, daardoor kan er denk ik werkloosheid ontstaan. Dat klopt helemaal, maar het is een indirect gevolg, want dat is op langere termijn. Dus een direct gevolg willen ze meestal weten daarin. Nou, wat ik nu ga doen is het volgende. Ik ga even voor jullie, ik heb even de examens van de laatste 10 jaar nog eens even geanalyseerd. En ik heb gekeken welke onderwerpen komen daar nu het meeste in voor. Wil niet zeggen dat dit alle onderwerpen zijn, want natuurlijk kunnen ze ook over wat kleine vraagjes, over wat kleine onderwerpen stellen. Maar om deze video ook behapbaar voor jullie te maken, heb ik even voor mijzelf de belangrijkste onderwerpen eruit gekozen. Nogmaals, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Maar eigenlijk weten we, als we naar de trend van de laatste 10 jaar kijken, dat deze onderwerpen eigenlijk wel in iedere verkapte vorm toch wel grotendeels in het examen komen. In de beschrijving staan vervolgens alle linkjes naar de video's waarin ik daar uitleg over geef, zeg maar. Dus als je zegt van nou oké, daar komt een onderwerp voorbij, daar weet ik helemaal niks vanaf of daar weet ik te weinig vanaf, kun je via de beschrijving klikken op de link wat voor jou het beste uitkomt. Nou, gaan we kijken. In het examen zit er eigenlijk altijd wel een opgave over indexcijfers. Nou, indexcijfers had te maken met procenten gerekend vanuit het basisjaar. Het basisjaar was altijd 100. En als je bijvoorbeeld een indexcijfer van 103 had, dan was het ten opzichte van het basisjaar met 3% gestegen. Had je een indexcijfer van 92 bijvoorbeeld, dan was het ten opzichte van het basisjaar gedaald met 8%. Je kon de verandering daartussen berekenen door nieuw min oud te delen door oud, keer 100% en dan kreeg je je nieuwe indexcijfer uit. Ook hiervoor geldt, het staat in de beschrijving, een linkje naar het filmpje over indexcijfers, waarin ik in een paar minuten dat nog een keer uitleg. Koopkracht en inflatie zit er eigenlijk ook in ieder examen wel in. Wij willen namelijk weten dadelijk van oké, hoe kan jij nu inderdaad bepalen of iemand er vooruit gaat of achteruit gaat? Nou, dan moet je twee dingen voor weten. Aan de ene kant, wat gebeurt er met het inkomen? En aan de andere kant, wat gebeurt er met de prijzen in een land? Dat doe je vaak in indexcijfers, wil je dat uitdrukken. En zo kun je inderdaad kijken of iemand erop vooruit gaat of juist erop achteruit gaat. Nou, heeft met inflatie onderhand te maken met het stijgen van de prijzen. Wil je daar meer informatie over? Klik dan op het filmpje in de beschrijving. De Lorentz-curve zit er eigenlijk ook altijd in. De Lorentz-curve geeft eigenlijk aan wat de verschillen zijn tussen arm en rijk in een bepaald land. Nou, de Lorentz-curve is een soort buik die wat zo loopt. En des te groter dat de buik is, des te groter zijn de verschillen tussen arm en rijk in een land. Ook hiervoor geldt, wil je daar meer informatie over? Klik dan in de link in de beschrijving. Rente. Ieder jaar zit er wel iets van rente in inderdaad en de rol van bank. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze jou de enkelvoudige rente laten berekenen. Of dat ze bijvoorbeeld zeggen als je bijvoorbeeld geld gaat lenen, hoeveel geld moet je dan als het ware erbij betalen. Rente is een soort vergoeding die wat je aan de ene kant moet betalen als je geld doet lenen. En aan de andere kant ontvangen die als je geld doet sparen.
zit er eigenlijk altijd wel in. Ook daarvoor een apart filmpje in de beschrijving. De productiefactoren zit ook veelal erin. Dat zijn de vier productiefactoren: kapitaal, arbeid, natuur, ondernemerschap. Met daarbij de beloningen: rente, huur, loon, pacht en winst. Nogmaals, dat zou je moeten leren, maar de kans is het grootste dat je die moet gaan toepassen. Noemen we ook wel Kano. Ook daarvoor extra filmpje in de beschrijving. Bruto en netto resultaat. Ook wel logisch dat dat erin zit natuurlijk. Hebben we het over de bruto winst of het bruto verlies. Netto winst, netto verlies. Daarbij zit natuurlijk, eerst moet je de omzet berekenen. Dat was alles wat er binnenkwam. Deed je de prijs van de producten keer het aantal verkochte producten. Dan ging je de inkoopwaarde ervan afhalen. Hield je de bruto winst of het bruto verlies over. Dan deed je de bedrijfskosten eraf. En hield je de netto winst of het netto verlies over. Ook daarvoor geldt, ja, daar is een apart filmpje voor in de beschrijving. Ja, markten zit natuurlijk ook eigenlijk altijd wel erin. Een opgave over vraag en aanbod. Nou, dat wil dus gewoon zeggen dat je dus bijvoorbeeld een grafiek krijgt met twee lijnen. De vraaglijn die was altijd dalend, de aanbodlijn was altijd stijgend. Nou, daar kunnen ze verschillende dingen over vragen. Bijvoorbeeld, wat is de evenwichtsprijs, wat is de evenwichtshoeveelheid. Ook hiervoor geldt een apart filmpje in de beschrijving. Gaan we naar deze kant toe. Ja, over rekenen. Hij staat bewust in het rood, omdat mensen denken dat dat heel veel is. Maar eigenlijk zijn het maar een paar berekeningen. Ook daarvoor geldt, alle berekeningen op een rij. Zie het uitlegfilmpje als je dat nu moeilijk vindt. Over bijvoorbeeld procenten, over wisselkoers berekenen. Zit er allemaal in. Marktvormen kunnen we natuurlijk ook over hebben. Kun je ook wel verwachten. Nou, ga je bijvoorbeeld kijken de marktvormen van een monopolie, dat er maar één aanbieder is, tot een oligopolie van een paar aanbieders, tot een monopolistische of een volkomen concurrentie. Er zit eigenlijk altijd wel een kleine opgave over in, over die marktvormen. Ook daarvoor geldt, als je daarvoor meer informatie wil, klik op de link in de beschrijving bij het kopje marktvormen. De rechtsvormen zitten er ook veelal in, dat je verschillen moet kunnen aangeven. Dus we hadden de eenmanszaken, we hadden de vennootschap onder firma, we hadden de BV, we hadden de NV, we hadden de stichting en we hadden de vereniging. Daar zitten allemaal verschillen tussen. Bijvoorbeeld zou je de vraag kunnen krijgen, wat is het verschil tussen een BV en tussen een eenmanszaak? Nou, zou jij kunnen zeggen bijvoorbeeld, dat zit in een BV, we zijn de aandeelhouders, de eigenaren, en in de eenmanszaak heb je vaak maar één eigenaar. Marktvormen en rechtsvormen kun je ook in de beschrijving op het filmpje klikken als je daar meer informatie over wil hebben. De arbeidsmarkt, ja, dat is een groot onderwerp. Daar zit ook echt wel een ruimere uitleg in. Arbeidsmarkt had ermee te maken bijvoorbeeld met de beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, de werklozen, de vacatures. Nou, dat eigenlijk allemaal zit eigenlijk ook wel ieder jaar in het examen. Is ook best logisch, omdat het natuurlijk ook een best concreet onderwerp voor jullie is. Daaronder hoort natuurlijk ook werkloosheid. Werk en werkloosheid zitten ook weer wat filmpjes in. En als je daarin geïnteresseerd bent, klik dan vooral op de link in de beschrijving bij het kopje werkloosheid. Nou, belastingen gaat het natuurlijk over. Een stukje overheid is dat. Nou, directe en indirecte belastingen. Dus hè, wat zijn dan voorbeelden van bijvoorbeeld BTW of van accijnzen? Nou, dat eigenlijk allemaal bij elkaar hebben we het over belastingen. Daar stellen ze eigenlijk ook wel altijd een vraagje over. Verzekeringen. Komt iets minder vaak voor, maar toch, in, nou, ik denk 80 of 90% van alle examens zit iets over verzekeringen. Bijvoorbeeld over eigen risico of waarom mensen zich verzekeren. Nou, dat zit eigenlijk allemaal erin. En daarvoor kun je ook weer een apart filmpje vinden. Een van de grootste onderdelen wat er eigenlijk altijd standaard wel in zit, heeft met belastingen te maken. Belastingen in box 1 of in box 3. Nou, daar zijn heel veel filmpjes voor. Er zijn ook niet hele korte uitleggen, omdat je daar wel vaak iets mee moet. Nou, belasting inderdaad is met name in box 1 gaat over werk en woning. Dan moet je met de belastingschijven gaan rekenen. Ja, dat is prima voor nog een keer terug te kijken, want die zit er eigenlijk altijd in. Box 3 zit er ook veel al in en dat heeft ermee te maken dat je over je vermogen ook een heffing moet betalen. Dan moet je de vermogensrendementsheffing. Ook daarvoor geldt, als je daar meer informatie over wil hebben, kijk dan op de link in de beschrijving. Handel zit er ook meestal wel iets van in. Hoe handelen landen nu met elkaar? Daar zit bijvoorbeeld het begrip betalingsbalans bij. Hoe kun je dat als het ware rijmen? Hoeveel export is dat ten opzichte van hoeveel import is er? Er zit eigenlijk altijd wel een kleine opgave in. Maar wat we net hebben besproken zit er wel veel meer in natuurlijk. Nou, de protectiemaatregelen. Ja, als we kijken inderdaad van hoe kunnen we ons eigen land nu beschermen ten opzichte van al die andere landen, bijvoorbeeld als China. Ja, daar zit je bijvoorbeeld te kijken met oké, moeten we invoerrechten gaan doen of een van die dingen. Kun je natuurlijk ook een extra filmpje over kijken. Zit eigenlijk ook altijd wel in het examen.
Concurrentiepositie, dat zijn vaak inderdaad de toepassingsvragen en de inzichtsvragen. Wat gebeurt er met de concurrentiepositie? Bijvoorbeeld als jouw prijzen in een land omhoog gaan, ja, dan verzwakt jouw concurrentiepositie natuurlijk, want mensen gaan minder snel bij jouw land kopen dan dat ze in een ander land gaan kopen. Concurrentiepositie zit er dus eigenlijk ook altijd wel in. Derde wereldlanden is een populair item in de laatste jaren. De laatste 5-6 jaar zit dat ook eigenlijk altijd wel erin. Oké, wat doet een derde wereldland? Hoe ziet een derde wereldland eruit? Waar moet dat aan voldoen? En wat kunnen we daaraan doen? Nou, bijvoorbeeld met hulp te geven. Nou, is dat bijvoorbeeld noodhulp? Is dat structurele hulp? Nou, dat soort dingen is eigenlijk allemaal over de derde wereld. En wil je daar een filmpje over kijken, dan kan je dat in de beschrijving weer even checken. Een ander hot item in de laatste jaren is fair trade, hè, eerlijke handel. En daarom combineren ze deze onderdelen hier aan deze kant. Dus eigenlijk handel, betalingsbalans, protectie, concurrentiepositie, derde wereldlanden, hulp en fair trade. Die combineren ze meestal tot één opgave. Nou, dit zijn eigenlijk dus de onderwerpen die wat veelal in examens gesteld worden. Wil niet zeggen dat alles wat ik nu niet heb genoemd dus ook niet behandeld gaat worden. Maar als je hier deze dingen als het ware leert, dan zou je eigenlijk 80-90% van je examen moeten kunnen maken. Zou je dus kunnen doen aan de hand van filmpjes, zou je ook kunnen doen omdat je al dingen weet. Nou, als we dan gaan kijken, heb ik een bepaald aantal tips voor jouw examen, voor het VMBO-examen te maken. Eerste is, neem een woordenboek mee. In een woordenboek staan best veel dingen, bijvoorbeeld begrippen zoals nivelleren en denivelleren. Nou, in principe is het niet toegestaan om in een woordenboek te schrijven, dus is het wel voor jezelf makkelijk om te kijken inderdaad, zou ik bijvoorbeeld al dingen eens van tevoren kunnen opzoeken wat daarin staat. Nou, bijvoorbeeld, het ligt even aan iedere school, maar misschien mag je wel plakkertjes gebruiken. Vraag dat aan je examensecretaris om bijvoorbeeld zo eens te kijken dat je bepaalde begrippen makkelijker kan terugvinden. Sowieso is het makkelijk om te kijken dat je weet welke begrippen dat je kan terugvinden in je woordenboek. Tweede is altijd, neem een arceerstift mee op het examen. Waarom? Omdat je vragen krijgt met lappentekst, arceer daarbij de stukjes die wat voor jou handig zijn. Dat is echt een toegevoegde waarde. Ook op je uitwerking zou je dat kunnen doen, maar bij de vragen doen we het sowieso. Gebruik de bijlagen. Boven iedere opgave staat eigenlijk altijd, bij de beantwoording van deze vraag moet je gebruik maken van deze en deze bron. Gebruik die bron, het staat er namelijk niet voor niks. Veel leerlingen vergeten, omdat ze vaak inderdaad gewend zijn bij de PTA-toetsen, dat de bron ook automatisch onder de opgave staat, om het bijlagenboekje te gebruiken. Doe dat! Ja, lees de vraag is de makkelijkste tip, maar kijk inderdaad welk antwoord willen zij dat jij gaat geven. Willen zij dat je een heel kort antwoord gaat geven of moet je het bijvoorbeeld toelichten? Nou, vaak is het ook dat je bijvoorbeeld dat ze zeggen, licht deze vraag toe en gebruik daarbij de begrippen, puntje, 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 puntje. Doe dat dan ook. Als ze het vragen, geef het ze. Bij meerkeuzevragen altijd natuurlijk een antwoord invullen. Eerst wat in je opkomt opschrijven en vervolgens er dan eens nog een keer naar kijken. Mijn tip is altijd om te zeggen, ga beginnen met het maken van het examen. Vul alle vragen gewoon in. Ook al weet je bijna niks, vul even in wat je weet en kom er dan later op terug. Dan mag je bijvoorbeeld het vraagnummer even arceren, zodat je kan zien, oké, als ik dadelijk tijd over heb, moet ik nog even naar deze vraag even kijken. Ondanks dat je er al iets hebt staan. Want vaak als je het hele examen gemaakt hebt, zijn je hersenen moe, waardoor dat je inderdaad daardoor nog een keer helemaal opnieuw moet gaan denken over die vraag. Nou, als je al een antwoord hebt staan, is dat voor jou dus makkelijker om aan de hand daarvan dus toch op een nieuw antwoord te komen. Of misschien zeg je wel, het antwoord dat ik had was eigenlijk al hartstikke goed en ik laat het dus gewoon staan. Maar dan heb je in elk geval wel nog een keer ernaar gekeken. Tip aan mijn leerlingen, en dat zeg ik ze eigenlijk al vanaf de derde jaar, gebruik nooit de term ze. Ze moeten meer belasting betalen. Nou, bij een strenge examen, iemand die het examen nakijkt, die zal het begrip ze, inclusief ik, zal het fout tellen. Want ze is namelijk een verwijzingswoord. Als je zegt, ze moeten meer belasting betalen. Ja, wie zijn ze dan? Zijn dat de bedrijven? Is dat de overheid? Zijn dat de mensen? Dus je gebruikt nooit verwijswoorden. Zoals ze is de meest gebruikte daarin. Zeg dus altijd wie je bedoelt. Nou, ik zeg altijd, als je een 100 meter sprint gaat doen, dan kan je best op het begin wat harder rennen. Dan kun je namelijk op het einde uitlopen. Dus zorg ervoor dat je het tempo erin houdt, dat je dat examen gaat maken. En dat je daarna op het einde terug gaat kijken naar vragen inderdaad, waar jij van zegt van oké, die heb ik gearceerd. Daar moet ik nog eens een keer naar kijken.
En vaak is het inderdaad dat je goed moet kijken naar oorzaak en gevolg. Hoe werkt dat en waarom is dat de oorzaak en waarom is dat het gevolg? Nou, daarvoor krijg je vaak inderdaad van die meerkeuzevragen, waarin staat 5 situaties, 1, 2, 3, 4, 5. Het begint bij 1 en het eindigt bij 5. Wat gebeurt er? Wat is de volgorde van, de tussenstations als het ware? Nou, voor jou is het natuurlijk belangrijk om te kijken, oké, wat is de oorzaak, wat is het gevolg en wat zijn daarin de directe gevolgen als het ware? Nou, dit zijn eigenlijk voor mij in een kwartiertje de examentips voor het examen VMBO vanaf 2021. En dat zal de komende jaren ook nog wel zo zijn. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat je even die beschrijving gaat kijken welke filmpjes dat voor jou nog handig zijn om te gaan kijken. Nogmaals, je kan vanuit een methode werken, dan werken wij vanuit pincode. Maar je kan dus ook de losse filmpjes kijken, bijvoorbeeld van Economie in 5 minuten. Ga daarvoor naar de playlist bovenin VMBO 3 en VMBO 4 en kijk erin welke filmpjes dat voor jou van belang zijn. Ik wens je in elk geval heel veel succes met het examen. Als je dit nu een nuttige video vindt, geef het even een duimpje omhoog. En vergeet niet om het door te sturen naar jouw klasgenoten. En als afsluiter zou ik je heel veel succes willen wensen met jouw examen. En ik hoop eigenlijk dat je na het examen mijn filmpjes niet meer gaat nodig hebben. Want dan ben jij, als het goed is, geslaagd voor je VMBO-diploma. Heel veel succes en tot de volgende video.